Welkom bij onze nieuwe show, waarvan we de naam nog niet hebben bedacht. Maar tegen de tijd dat die online komt, zal die wel in de titel staan. In deze show gaan we met mensen praten die een passie hebben voor historische onderwerpen. Vandaag zit ik met Nancy en Robin Timmer. En we gaan het hebben over boogschieten. Ja. Kunnen jullie wat meer over jullie zelf vertellen en waar die passie vandaan komt? Voor mij is boogschieten als sport een passie. Daarnaast ook historie een grote passie. Ja. Ik wilde eigenlijk al heel lang schieten. Daarbij hebben we Fantasy Fair bijvoorbeeld. Alle mogelijkheden die we konden aangrijpen gingen we schieten. Ja. Totdat we uiteindelijk toch de knoop hebben doorgehakt. En bij een schietvereniging zijn begonnen. Hoe lang duurde jullie dat al ongeveer? Een jaar of zes, denk ik. Een jaar of zes inmiddels, okay. Ja. Waarbij we gelijk gekozen hebben ook voor de historische longbow. Ja. En daar doen we eigenlijk ook competitief mee schieten. Okay. En gelijk ook al ingehaakt op een beetje de geschiedenis ervan en het onderzoeken naar de verhalen achter. Ja, dat gaat eigenlijk hand in hand. Voor ons in ieder geval wel gaat dat hand in hand. Ja. Zelfs meer zo dat wij eigenlijk meer eerst gaan kijken naar de historie ervan voordat het eigenlijk de eerste boog kwam. Ah, oké. Okay. Ja. Kijk, dus het was altijd wel vanuit die hoek, zeg maar, die interesse. Ja. Oké. Okay. Hoe ziet het onderzoek, zeg maar, van jullie eruit? Waar halen jullie de informatie vandaan? Internet. Google is onze grootste vriend. daarnaast heb ik een heleboel contacten opgebouwd in Engeland, maar ook in Nederland een aantal contacten. Waar je, waar je dingen aan kan vragen, waar je wat van kan leren, waar je eens wat van kan lenen. Ja. En vooral ook omdat een houten boog toch anders schiet dan een moderne recurve boog. Ah, ja. Het is gewoon zonde om een boog te kopen of ermee te gaan schieten, terwijl je niet weet waar je mee bezig bent. Je wilt er toch wel alles uithalen wat erin zit. Ja, snap ik. En dan om eventjes naar de geschiedenis te gaan van die boog. Hoe werd zo'n boog nou precies gemaakt, zeg maar, in de tijd zelf? Ja, zullen we hem even laten zien? Dat is misschien wel handig. Deze boog is van mijn grote vriend Pip Bickerstaff. Verrassend licht ook, eigenlijk. Ja, weegt niks. Ja, het is best... Waaibomenhout. Een standaard longbow is langer dan een man. In principe eigenlijk een vuist hoger dan een man. Oké. Maar ze werden aan de lopende band gemaakt eigenlijk. Dat was heel... Standaard een vlakke rug en een bolle buik. Oh ja. Hoornokken voor de stevigheid. Handvat zat er niet op in de middeleeuwen, zoals deze. Dit is een Victoriaanse longbow. Oké. Okay. Victoriaans type dan. Het is comfortabeler om te schieten. Het is comfortabeler om vast te houden, ja. Voor de sport is dit ook handiger als een middeleeuwse type. Ze werden gemaakt van taxushout. Daar hadden de Engelsen een schitterende deal mee gesloten. Hun schepen kwamen natuurlijk over de hele Europese kust om te handelen. En ze hadden daarbij met Spanje en Noord-Italië een deal. Okay. Dat er gewoon bergen met staven, taxus, naar Engeland verscheept werden in ruil voor als extra betaling. Zeg maar. Die kwamen vooral uit die boom, die groeit vooral in Mediterraanse landen. Zoals het daar het weer is, groeide de boom eigenlijk perfect. Dus hij groeit hard genoeg om een beetje groot te worden in een relatief korte tijd. Ja. Maar wel hard genoeg dat je er ook wat mee kan. Ze hadden daar ook hele boomplantrijen. Ze hadden gewoon boomgaarden van taxusbomen die allemaal op rijen geplant werden. Allemaal gesnoeid werden. En eigenlijk net als de bomen die je hier om ons heen ziet, de masten. Ja. Die schoten recht omhoog met alleen maar een pluimpje bovenop. Daardoor heb je bijna geen kwarren in een boom zitten. Takken. Oh, okay. Bijna geen zijtakken aan een boom zitten. En kan je er veel meer bogen uithalen. Ik heb bijvoorbeeld een dwarsdoorsnede van een eind hout. Van een taxus? Dit is van een dennenboom. Ah, oké. Okay. Maar dat maakt voor het verhaal eigenlijk niet zoveel uit. en deze kant zie je het misschien nog beter. Dit is het hardhout. Dat is ook harder, donkerder. Dat gedraagt het gewicht van de boom. Yeah. Dit is saphout. Dit is hout wat in de laatste paar jaar gegroeid is. Bij de taxus is dit dus nog duidelijker verdeeld. Het hardhout is harder, het zachthout is
sterker. Oh, sterker ook. Ja, ja. Dat kan meer tensie weerstaan. En als je dan dit in 2 meter hoog ziet, dit wordt gesplitst. En uit ieder zo'n randje kan je een boog halen. Dus uit 1 stuk taxus kan je 15, 16 bogen halen. De volgende 2 meter kun je er 12 of 13 halen. De meter, 2 meter erbovenop. Efficiënt? Efficiënt. Dat heeft ze dan uiteindelijk ook de kop gekost. Als boom omgehakt is, duurt het weer hoeveel? Tientallen jaren voordat die boom groot genoeg is. En als die dan te vroeg wordt omgehakt, haal je uit zo'n boomstam ineens nog maar 5 staven. Ja. Dus dat heeft ze uiteindelijk de vraag was hoger, dan dat ze konden leveren. De taxusbomen bestaan nog steeds. Er is gedacht dat ze uitgestorven waren. Oké. De boomgaarden kan je ook nog steeds vinden. Alleen ze worden niet meer bijgehouden, dus je hebt er ook niks meer aan. En het weer 500 jaar geleden was ook zo anders tegenover nu. Maar het was dus 1 boomgaarde in Italië? Een aantal. In de Alpen. Omdat daar je winters zijn koud, de zomers zijn kort. En dan krijg je veel nerven kort op elkaar. Ah, oké. Ik heb wat gereedschap meegenomen. Dit noemen ze een haalmes of een boomschilmes. Het is eigenlijk dit is dan een 19e eeuws model. Ik heb hem zelf ook nog gebruikt om een boog mee te maken. Het is gewoon een schaaf, een handschaaf eigenlijk. Oké. Helemaal scherp. Ja, uitkijken. Dit is waar de... Ja, dat is gewoon een finish, zeg maar, op de boog zelf. Dat is eigenlijk voor het grove werk. Oké, want je had nog, ook nog wel gereedschappen voor het echte bijwerken en afwerken, neem ik aan. Ja, ja, ja. Maar dit is echt om de vorm, de eerste vorm, de eerste zeg maar, vorm van de boog erin te krijgen. Dus de breedte, dan naar je toe de diepte. Halen, neem ik aan. Ja, precies. Ja. En dit is dit noemen ze een spookschaaf of een spaakschaaf. Die worden dus ook specifiek gebruikt voor het schaven van spaken, dus rond. En die worden gebruikt voor de buik van de boog. Ja, want die moet een ronding hebben. Precies. En ook dit is een moderner vorm, maar ook zo zagen ze er eigenlijk uit, maar dan in hout in de middeleeuwen. Ja, dus de vorm van het gereedschap is eigenlijk niet veranderd, omdat het gewoon al die tijd nog steeds gebruikt wordt. Ja. Ah. En waren er binnen Europa een heel aantal verschillende soorten bogen, of was het vooral zeg maar dit model, de longbow? Dit model was de crème de la crème van de bogen. Taxus was het hout wat je wilde gebruiken. Er werd wel met iep geschoten of even kijken of een ja iep. Er werd ook met iep geschoten, vooral door de armere schutters, omdat het minder waardig hout is. Het kan dus minder lang mee. Lokaler kon het worden gehaald. Ja, ja, ja. Het gaat minder lang mee, maar als je ermee wil jagen, dan is dat goed. Prima. Maar voor militair gebruik werd natuurlijk gewoon de taxus het meest gebruikt. Ja, dan moet je ook een hogere trekkracht is daarvoor nodig. Ja, om. En ze zijn gewoon compleet helemaal ontworpen om zoveel mogelijk pijlen zo ver mogelijk weg met zo groot mogelijke kracht af te vuren. En dit model is dus ook al, het wordt eigenlijk al 1000 jaar gebruikt. Oké. En over pijlen gesproken, ik zie dat je een aantal pijlen mee hebt genomen. Ja. Dus zijn dit historische pijlen of zijn dit modernere pijlen? Ik heb een paar replica's meegenomen aan pijlpunten. En ook replica militaire pijlen. Oké. Zo werden ze gemaakt. Dat kun je ook vinden in de geschriften, zeg maar. De rekeningen eigenlijk. Die betaald werden, waarop ook stond: het leger heeft dit gekocht, dit gekocht, dit gekocht. Zoveel pijlen, zoveel bogen, zoveel pezen. Dat zijn een heel aantal pijlen moeten zijn. Ja, ja, die werden ook gewoon in 1 stuk doorgemaakt. Dit bijvoorbeeld is een pijl zoals je ze ook bij Crécy of bij Agincourt zou verwachten. Okay. Zogenaamd plate cutter, maar je komt er niet mee door metaalplaat eigenlijk. Deze pijlen zijn vooral om mensen pijn te doen die geen bescherming hebben. Precies. Ja, ja, ridders, ja. Die hadden hier geen last van. Paarden hadden hier natuurlijk wel last van. Dus je kon wel een ridder van zijn paard afschieten. En daarna met een zwaard bewerken. Ja, dat kon. Ja, ja, ja. Vingerdik. Oh, wel interessant inderdaad. Want ik had altijd gehoord en eigenlijk begrepen dat inderdaad de pijlen werden gemaakt om door staal
om stalen harnassen zeg maar te doorboren. Maar ja. Dat is eigenlijk een soort, dat gebeurde amper? Het gebeurde uiteraard wel, maar een harnas is rond. En dat ketst af. Ja. Helmen, wat wel vaak voorkwam, en daar werd eigenlijk ook een verbod door de paus uitgeroepen op het gebruik van ranged weapons, dus pijlen van handbogen en van kruisbogen. Ja. Omdat de goede christenen eigenlijk op lafhartige manier van een afstandje van de paard af werden geschoten. Wat het meeste gebeurde is dat ridders in de gezicht werden geschoten. Oh, maar je zou denken dat ze een bescherming daarvoor hadden. Ja, dat in de eerste instantie hadden ze een helm met gewoon een neusdeel. Later werd dat natuurlijk echt zo'n visor met van die gaatjes. Maar je kon dan eigenlijk niks zien. Ja, ja. Je ziet ook ridders die dus zeg maar met hun hoofd voorover op de vijand afrennen. Omdat anders, ze kwamen gewoon er doorheen. Ja, kan er niks doen. Ja, kleine... kleine gaatjes en daar kunnen deze doorheen. Maar dan moet je wel heel goed mikken, neem ik aan. Geluk hebben vooral. Ja. Nou, tenminste, de schutters hadden dan meer geluk dan, dan de ridders zelf. Daarvoor gebruikten ze dan ook dus dit soort punten. Dat is een botkinpunt. Die is echt specifiek gemaakt om door Malië te gaan. Oké, dus zo ook in de vroege middeleeuwen werd deze dan ook gebruikt? Ja. Vooral? Ja, Maliënkolder, dat was in principe de hele... middeleeuwen, zeg maar, periode werd dat wel gebruikt. De Kelten hadden ook al Malië. Maar dit was dus echt specifiek bedoeld voor... Dit zou tegen platen... Het is eigenlijk te dunne punt misschien? Om... Ja, hij krult gewoon om. Ja. Als die tegen plaat metaal aankomt. En bij de Maliën... Ja. Vouwt hij het gewoon open. Ja, dat gaat er vrij makkelijk doorheen. Vrij makkelijk doorheen. Daarom had de schutter ook een gambeson. Dat is een gewatteerde jas. Ja. Van heel, heel veel lage linnen. En die absorbeert ook de klap. Je moet je voorstellen, als jij door een kogel geraakt wordt met een kogelvrij vest. Ja. Dan is dit hetzelfde effect. Dus een gambeson, zelfs van linnen, zou enorm goede bescherming geven tegen zo'n scherpe pijl. Ja, als je zo'n soort punt neemt, dus een korte botkin. Oh ja, het is meer diamantvormig. Ja, die zou dus niet eens door je gambeson heen komen. Maar je hebt hier overal van die leuke gaatjes. En ze komen natuurlijk van bovenaf naar beneden. Dus het bovenste gedeelte is het belangrijkste om te beschermen. Ja. Je hoofd is... Als je hoofd wordt geraakt... Ja, richt op het gezicht over. Was de norm. Met alle wapens richt voor het hoofd. Richt op het gezicht. Ja, moet je een goede schutter zijn. Ik zie meer verschillende pijlpunten, hè? Ja, klopt. Nou ja, als ik even mag verder gaan op een goede schutter zijn. Oh ja. Daar stonden duizenden schutters aan de lijn. Op het slagveld. Ja. Achter de voetsoldaten. En die schoten, je kunt in principe 12 pijlen per minuut schieten. Niet dat dan gebeurde, want dan was je ook zo door je pijlen heen. Maar je moet je voorstellen, als al die 5000 schutters een pijl afschieten, zijn 5000 pijlen die op je neerregenen. Er werd er is beschreven door een Franse historicus, zeg maar toen al, hè, na de slag van Agincourt, dat de lucht zwart kleurde van de pijlen. Zoveel kwamen er neer. Spannend zijn als dat allemaal op je afkomt. Ja. En daar was het ook de bedoeling voor. Die soldaten die nog zeg maar achter de in de lijnen staan, zeg maar, die staan, die doen niks. Maar als ze bang worden en ze gaan rennen. Dan gaan ze verder uit elkaar, worden ze makkelijker te raken. Ze ook rennen recht op je natuurlijk. Af. Ja. Want ik neem aan dat trouwens, even een stukje tactiek. Ik neem aan dat je niet op een heel leger zou schieten als je voetsoldaten ook op dit moment tegenover dat leger staan. En nee. Redelijk dicht in de buurt. Dat zou te groot risico zijn om je eigen mensen te raken. Dat klopt. Ze werden meer op de flanken ingezet. We hebben ook pijlen uit de Mary Rose. Schip is gezonken. Daar hebben we ontzettend veel middeleeuwse longbows en pijlen gevonden. Deze pijlen zijn 30 inch, denk ik. Die kunnen tot het oor getrokken worden. Dus echt tot daar. Ja. Dan schiet je vrij hoog mee. Ver dus ook. Maar hoe dichter bij de vijand komt, hoe meer vlak je gaat schieten. En uiteindelijk, het gebeurde natuurlijk wel dat er eigen soldaten door friendly fire... Dat is uiteindelijk volgens mij onontkoombaar.
Tot het punt dat de vijand er dichtbij was. En dan pakten ze dat zwaard en dan gingen ze eigenlijk verder. Ook mee met de voetsoldaten dan? Ja. En als we iets teruggaan naar de soldaten die uiteindelijk boogschutters worden. Hoe vroeg begon je eigenlijk al met training? Ja, we hebben natuurlijk geen tijdmachine. We hebben wel ongeveer een idee. Van 7, 8, zo rond die koers jongens. We begonnen eigenlijk met schieten iedere zondag van en naar de kerk. Waar ik naar en van zondagen? De kerk. Ja, je zou denken dat werken op een zondag, zeker in de middeleeuwen, of tenminste iets beoefenen. Ja, dat werd dan niet echt als werk gezien. Voetballen was bijvoorbeeld ook heel erg in. Maar dat zet geen zoden aan de dijk, daar krijg je geen soldaten van. Nee. Dus voetballen werd gewoon verboden. Wat ze dan oogluikend toestonden was schieten naar en van de kerk. Oké. Dan krijg je wat nu het spelletje nog steeds bestaat, roving at the marks. Dat is eigenlijk golven, maar dan met pijlen. Dus je schiet op een doel, onbekende afstand. Degene die dichterbij komt heeft gewonnen, die kiest een nieuw doel. En zo schiet je jezelf. Van boom naar paaltje naar steen naar de kerk toe en ook weer terug naar huis. En ik neem aan dat ze dan met botten pijlen of met... Oh, dus dat zou ook best wel een risico zijn geweest voor de rest van de stad. Ja. Nou, je let wel op natuurlijk. En degenen eromheen zijn het ook gewend. Op de buts, oftewel de doelen in de stad, werd wel met blunts geschoten. Dat zijn dit soort dingen. Ah, ja. Dit is eikenhout. Die konden op de... Ja, deze past dan niet. Op de punt van de pijl geschoven worden. Ja. Waardoor je eigenlijk je punten niet af hoeft te halen. Of ze werden gewoon erop gezet. En dan doe je ook geen schade aan het doel. Het doel was gewoon een ton met zand erin. Dat heel erg hard aangestampt wordt. En daar schoot je op. En dan werd het weer terug. Die pijlen waren in principe herbruikbaar. Die neem aan dat die niet direct verbogen raakte. Als je... Nee. Hout kan heel veel hebben. En vooral als je ziet hoe dik dat deze bezemstelen zijn. Ja. Die kunnen ontzettend veel hebben. Sterker nog, het detail wat in het maken van pijlen gaat, is gigantisch. Zelfs voor pijlen die eigenlijk alleen maar voor schiet en vergeet. Acties gebruikt worden, zoals op een veldslag. Je kunt ze niet gaan halen. Je kunt ze niet ophalen en opnieuw schieten. Als ze weg zijn, zijn ze weg. Maar ze moeten wel zo hard mogelijk aankomen. Dus daar werd wel heel veel, er zat echt heel veel wetenschap achter. Ja. En ik neem aan dat trouwens, als je op je doel schoot en uiteindelijk is natuurlijk het gevecht over, dan kan je natuurlijk wel teruggaan en kijken wat je kan halen, zeg maar, uit het veld. Qua pijlen niet. Die punten worden nu netjes gelijmd, omdat we ze iedere keer terug wilden gebruiken, want dat is goedkoper. Maar die werden eigenlijk gewoon met een beetje een spuug eraan gezet. Dus als je in de film ziet dat mensen zeg maar een pijl eruit trekken, dat is geen goed idee. De punt blijft zitten. Oh, dat is inderdaad niet handig. Nee, dan, hoe werd dat dan? Ja, ben ik een beetje morbide curiosity. hoe werd dat dan eruit gehaald als je dan... Dat is misschien iets voor een volgende video, denk ik. Onze medische aflevering. Ja, er zijn. Dit is de punt die je het meeste ziet in films: de zwaluwstaart. Ah, ja. Daar werd trouwens niet echt mee oorlog gevoerd, maar ze zijn ook wel gebruikt. Als je echt niks anders meer hebt, dan moet je wel. Als deze je vlees binnenkomt. Ja. Zit hij vast. Je kunt hem er niet uittrekken. Je trekt de pijlpunt eruit en dat is dus het grote. Of je trekt de pijlpunt los. Je trekt de schacht eruit. Ja, trek je weg, ja. Dan moet de chirurgijn gaan graven, hè? Op zoek naar waar die pijl is gebleven. Als je slim bent en je laat die schacht zitten, kun je een veer pakken van een gans, waar dus eigenlijk ook de veren van de pijlen van zijn. Zonder veer eraan, dus alleen de schacht. Ja. Die doe je door de wond heen. En je zoekt dan eigenlijk op waar die punt zit. Dan schuif je hem overheen. Doe je aan de andere kant ook en dan kan je hem eigenlijk uittrekken. Oh. Maar er zijn nog veel meer handige apparaatjes die ze ervoor uitgevonden hebben. Om dan vooral bij de edele medemens om start te halen. Ja. En was dit trouwens, hebben we het nou vooral over Britse schutters. Was het binnen heel Europa hetzelfde verhaal? Handboog, of eigenlijk boogschietend. Handboog, longboog, dat bestond eigenlijk niet. Het was gewoon, je had een handboog of een voetboog. En een voetboog is een kruisboog.
Overal werden de bogen gebruikt. Gewoon door heel Europa. Voor oorlog voeren en vooral voor het belegeren en verdedigen van je kastelen zijn kruisbogen gewoon veel handiger. Je kunt, ze zijn effectiever op een korte afstand. Het is minder moeilijk om het aan te leren. En je kunt ze gewoon inhuren. De boog of de schutters? De schutters kun je gewoon inhuren. Ja. De boogschutters kon je ook inhuren, wat ook gebeurde. Hier had je vooral meer milities, stadsmilities. Zoals je tot en met Napoleon eigenlijk ook gehad hebt. Voordat we pas een nationaal leger kregen. Vooral gegoede burgers. Die eigenlijk zoals nu nog in de oude gildes gebeurt. Een drankje en een wedstrijdje en met de vaandels. Ja, en dat een beetje cachet heeft. Hè? Maar als er geknokt moest worden, moesten ze wel mee. Ja. Die werden geacht, iedere stad werd geacht om een militie te hebben. Dat was goedkoper dan een leger te onderhouden. Als er niks te doen valt, moeten ze wel betaald worden. Dus dat gebeurde hier minder. Aangezien de Engelsen een verplichting hadden om te schieten iedere zondag, om te oefenen en... Ja. Dan hadden ze gewoon keuze uit de beste schutters. Ja, ze zitten er eigenlijk genoeg. Vanaf kinds af aan zit erin. Dus. En er waren er genoeg en die werden gewoon opgeroepen. En die kostten niks. Die werden alleen betaald op het moment dat ze opgeroepen werden. Ah, freelancers. Daarvoor mochten de Engelsen wel plunderen. En dat werd eigenlijk door de milities niet geacht. Dat het, maar het gebeurde uiteraard wel. Oké. En Robin, voor mij heb jij ook wel wat verstand naar wat het verschil was tussen Westers en Aziatisch boogschieten. Zit er enorm veel verschil in de techniek van de boog? Ja, het is echt een wereld van verschil. De boogconstructie, de pijlen die erbij gebruikt werden, de manier van de boog vasthouden, de pees uittrekken. Dus, ja. Wat was het grootste... was de grootste verschil in de hoofdzakelijke trend misschien, zoals we hier in Europa de longbow hadden. Wat was daar de grootste... Was er een bepaalde gezamenlijke trend, zeg maar, qua boogschieten in Azië? Ja, lastig te zeggen. Heel veel volkeren zaten verspreid. Hè? Het is heel veel nomadische stammen van, ga uit wat we nu Egypte, Turkije hebben, zelfs nog... Ik denk ook nog het binnenland, Hongarije en dergelijke, helemaal door tot naar Korea. Ja, en dat is een heel groot, enorm gebied. Ja, daar zitten overal verschillende disciplines, verschillende methodes achter. Waren er meer schutters te paard bijvoorbeeld? Dat heb ik voor mij ook wel eens gehoord, dat het meer gebruikelijker was in ieder geval in Azië. Ja. Dat nomadische stammen, ze waren afhankelijk van het paard. Hè. Ze trokken veel en heel veel werd ook gedaan met het paard, op het paard. Ja. We hebben het nu gehad over de middeleeuwen. En natuurlijk wordt boogschieten nog steeds beoefend in deze tijd, als sport dan weliswaar. Mm-hmm. Is dat één grote lijn vanuit de middeleeuwen, zeg maar, door te trekken naar nu, dat het langzamerhand is, zeg maar, de sport is overgebleven? Of is het... Heeft het zeg maar al die tijd bestaan als activiteit? Het is op een gegeven moment een tijdje verdwenen geweest. Het was niet zo populair. We hadden musketten, buskruid, oorlog. Dus je hebt eigenlijk geen tijd om dit soort sport te bedrijven. Tot koningin Victoria eigenlijk de boog oppakte. Okay. Dat vond ze helemaal geweldig. Daar komt eigenlijk deze boogvorm ook vandaan. Het is ook een van de eerste sporten die vrouwen mochten beoefenen op de Olympische Spelen. Oh. Er zijn er ook een heleboel koningshuizen, hè, want koningin Victoria was een hele populaire koningin. Een aantal andere koningshuizen die vonden dat ook leuk. Hè? En de handboogverenigingen schoten als paddenstoelen uit de grond. Er zijn nog een aantal schuttersgilden over die nog wel uit de middeleeuwen komen. Hier ook in de buurt zelfs nog, die gewoon vanaf 1400, 1500, 1700... Nooit zijn gestopt. Die zijn gewoon nog steeds bestaan, inderdaad. Sint Sebastiaan is er ook eentje van, dat is de vereniging waar wij bij schieten. Wij zijn een vereniging die is ontstaan in 1847. Opgericht. Toen het weer een beetje een populariteit kreeg. Ja. Waarbij koning Willem III onze beschermheer was. Twee, drie. Ja.
de schutters van ons hebben geschoten ook op het Loo en daar gewonnen. Dus dat is, hè, dat, toen begon dat zeg maar steeds populairder te worden. Maar dat is dan vooral op doelschieten. Ja. Doelschieten wordt eigenlijk nog steeds gedaan op het goud wordt geschoten. Hè? Dus dat is een gele hart. Dat zit ook nog steeds eigenlijk zo'n beetje ter hoogte van waar de meeste rond, schade zou aan ja, richten, zeg maar. Ja. Dus dat is nog eigenlijk een beetje meegenomen. En in de laatste paar decennia zie je eigenlijk ook weer een opleving in de wat meer oudere spellen. Okay. Waarbij cloud is inmiddels heel populair geworden. Waarbij over een afstand van 90 tot 165 meter geschoten wordt. Okay. In Engeland zie je dat ook nog veel. Roving, waarbij je van doel naar doel schiet. Staande wip schieten, dat wordt in België vooral nog veel gedaan. Dat komt uit het middeleeuwse papegaai schieten. Tegenwoordig heb je dan een metalen paal, hè? 25 meter hoog met veertjes bovenop die je eraf moet schieten. Ja. En in de middeleeuwen gebruikten ze daar de molens voor. Er werd een papegaai, zeg maar, hè, aan een molenwiek gebonden. Die molenwiek werd omhoog. Nee. Oh. Een papegaai als in een houten vogel. Oké, okay, gelukkig. Met veren, zeg maar. Werd omhoog getakeld, dus de wieken werden gedraaid. En als die boven was, moest hij eraf geschoten worden. En degene die hem eraf schoot, werd schutterkoning. Ah. En ook het koningsschieten gebeurt dus nu nog steeds bij elke schutterij. En is dat vooral heel erg in het zuiden van Nederland populair gebleven? Of is dat door het hele land heen? Het staande wipschieten of het papegaaischieten, dat zie je bijna alleen nog in het zuiden en het oosten van Nederland. Ja. De handboog is eigenlijk ook in het westen, dus zeg maar de Randstad. Yeah. Het Rembrandt gebeuren ook, zeg maar, wat je ziet op de nachtwacht. Dat waren gewoon de musketten en de pikeniers. En de handboogschutters zijn daar eigenlijk een beetje verdwenen, zeg maar. Oh ja. In Holland, zeg maar, werd dat dan minder gedaan. Dus, je hoort het. Het boogschieten is een oeroude kunst die nog steeds gepassioneerde beoefenaars heeft. Als je deze video leuk vond, abonneer je dan op ons kanaal. En dan zien we je de volgende keer.